tijd in je hit. Dokter, mijn hoofd doet het zit. Oh dokter Schepper, kunt u even snel komen? Want ik voel dat we ziek zijn en ik zie de symptomen. Maar niemand die mij kan vertellen wat het precies is, of wat het verlies is, na een planetaire crisis. We zitten hier met z'n allen op één bol. Het wordt hier voller dan vol, maar niemand vindt het een dol. Oh dokter, ze zeggen dat ik mijn verstand is, maar ik voel dat er echt iets aan de hand is. Oeh, je ziet het goed als de aarde bloedt. Heet de lava's nog fel uit de rode gloed. Als een stil protest van een verlichte stoet. En die het eerste weg hebt, gaat en onder in de vloed. Oeh, je ziet het goed als de aarde vloed. Heet de lava stroomt fel uit de rode gloed. Als een stil protest van een verlichte stoet. En die het eerste weg hebt, gaat en onder in de vloed. Ik is, ik is, ik is, ik is. Dat is de mentaliteit die je heerst. Ik is, ik is, ik is, ik is. Dokter, mijn hoofd doet het zit. De aarde heeft koorts en het wordt hier steeds heter. We beginnen al te zweten, maar we willen het niet weten. De poolkappen smelten en het water stijgt. Maar hoe rijker de econoom, hoe harder die zwijgt. De problemen worden per generatie groter. Maar we willen ze niet stoppen, want het gaat zo kloten. Ze zoeken dat maar lekker in de toekomst uit. Want we leven zo wel best en gaan massaal voor de buit. Egoïsme, kanker, gezwelvende mensheid. En zij die dit verspreiden raken zelf een grens kwijt. Tussen goed en kwaad, dood of overleving. Goed sterft en kwaad kent geen vergeving. Oeh, je ziet het goed als de aarde bloedt. Heet de lava stroomt fel uit de rode gloed. Als een stil protest van de verlichte stoet. En die het eerste weg hebt, gaat en onder in de vloed. Oeh, je ziet het goed als de aarde bloedt. Heet de lava stroomt fel uit de rode gloed. Als een stil protest van de verlichte stoet. En die het eerste weg hebt, gaat en onder in de vloed. Ik is, ik is, ik is, ik is. Dat is de mentaliteit die je heeft. We willen krijgen, houden, hebben, eigen vrouwen backstabben. En ze passen tevreden mens in de nieuwe Mercedes-Benz. De tweede wens is innerlijk, eerst komt uiterlijk vertoon. Realiteit is hinderlijk, alles moet duidelijk en schoon. En zo blijven wij maar hopen op de betere tijden. Maar geen dokter komt ons bijna uit ons lijden bevrijden. Want waarschijnlijk heeft ons lot toch al lang bepaald. Dat onze toekomst door het heden wel wordt ingehaald. Want de eerste zullen de laatste zijn. De laatste worden de eerste, maar het mag.